Goed, hij is gestart, onze Martin Elders. Het gele paard komt eraan. Hoi hoor. Hij is aan het opmars begonnen in het klassement, denk ik, dames en heren. Want hij wil die twee toppers verslaan. Dat zou toch mooi zijn. Ik zeg het, hij gaat razend snel en is nog vakloos. Gelderland hier in actie met Martin Elders. Ja, en het oog toch niet dat je zegt, het wordt de toptijd vanavond. Hij zal er iets meer sneller uit moeten halen en dat kan nu gebeuren. Kijk, die wagen daar mooi wegstippen, jawel. En die grooms die zeggen, daar moet je naartoe. Tussentijd, 2.23, zat hij op de tijd van de voorgaande deelnemer. Dan is het toch close, want er hoeft er nog maar een balletje te vallen. En dan zit hij weer op gelijke hoogte als Zandman. Spannend mensen, zeer spannend met Martin Elders hier nog altijd foutloos onderweg. Hij maakt zijn eigen target ook altijd, hij is een targetmaker van de beroep. Dat is makkelijk, doet hij fulltime, maar het is makkelijk als je dat kunt, want er is ook vaak staan aan de targetmaker. Nou, dan kan hij weer mooi herstellen. Hij is al zo'n 20 jaar actief in de wedstrijd met sport. Hij heeft eerder met de tandem gereden en maakte vijf jaar geleden de overstap van de tandem naar de vierspannen paarden. Gaat goed, maar het wordt toch zwaarder voor de paarden. Je ziet het aan de paarden, het hoogste tempo zit er niet meer in. Ja, maar dat komt nu wel. Maar dan moet je een eindje helpen, mensen. Op de mazen, op de tribune. Ja, we hebben niet veel publiek, maar we hebben super enthousiast publiek. En nu met z'n allen, dames en heren, daar komt-ie. Wordt dit de snelste tijd? Gaat het de snelste tijd worden? Super!